De waarnemend algemeen directeur van Slans Hospitaal, Bernard Abia, is vandaag ontheven uit zijn functie. Dit is gebeurd na overleg tussen minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, en het bestuur van het ziekenhuis. Er is een interim manager aangesteld om specifieke herstructureringsopdrachten uit te voeren. Volgens de voorzitter van de Bond Personeel Slans Hospitaal, Imro Edam, is de ontheffing van Abia half werk. De bond vraagt namelijk al maanden om de leiding van het hospitaal te vervangen. Edam zegt dat de vele wanpraktijken die in het ziekenhuis plaatsvinden toegeschreven moeten worden aan de totale leiding en niet aan één persoon. Er is een zicht en bestuur die tegelijkertijd controle moet uitoefenen naar de handelingen en de daden van de directieleden. Zelfde zicht en bestuur die ontslaat en die werft directieleden aan. Dat wil zeggen, wanneer wij nu iets dat we reeds lang hebben kenbaar gemaakt, dat zaken goed fout gaan. En wanneer men nu over zou gaan om de heer Abia te ontlasten uit zijn functie, dan zeggen we ja, het is de eerste stap. Maar dat wil nog niet zeggen dat men al de zaken reeds in orde hebben gemaakt. Omdat tegelijkertijd heb ik al eerder aangegeven dat er een stichtingbestuur die ergens ook een stukje verantwoordelijkheid draagt. En tegelijkertijd heb je de overige directieleden. Het is niet alleen maar de Abia die uiterlijke hoge bedragen die tenminste van de telefoon, ik noem maar een steekman. Hij is niet alleen de man die hoge bedragen ziekenhuis gestort heeft qua telefoonrekening. Je hebt andere directieleden die ook... Misschien heeft hij gebeld, maar andere directieleden hebben gegokt met de tegoeden van Slans Hospitaal, die Slans Hospitaal al de hoge kosten moet gaan betalen. Maar nogmaals, we zeggen er moet een begin zijn. Abia is de eerste, maar wij kijken uit naar de overige. Edam zegt dat hij uitkijkt naar een algehele reorganisatie. De interim manager zal daarbij kritisch gevolgd en begeleid worden. De bond treft verder voorbereidingen voor de komende CAO-onderhandelingen. We hebben intussen ook vooruitlopen naar de onderhandeling. Gezien dat zaken zich de afgelopen jaren, eerst had je dat de twee bonden in dispuut waren. En achteraf heb je ook een aantal zaken. Maar tegelijkertijd, terwijl het gras groeit, sterft het paard. En wij zeggen dat in december kijken we uit aan tegemoetkomen naar de werknemers toe. Dus dat staat paal boven water. En we kijken uit, we hebben intussen al de waarnemend directeur, met name de heer Abia, had ik dat duidelijk aangegeven. En dat moeten we misschien nu even met de interim aan tafel gaan zitten. Maar nogmaals, de bond die zegt, we kijken uit, uiterlijk december, een tegemoetkoming naar de medewerkers toe. Omdat het al zeker langer dan 3 jaar is. En gezien de huidige situatie, precaire situatie, en wat we ook zeggen van de ziekenhuizen die dezelfde status hebben als Slans Hospitaal, al de werkers daar hebben wel een tegemoetkoming gezien. We zijn van deze plaats uit, wil ik ook de medewerkers bedanken dat ze hun geduld hebben getoond om toch zo lang gebucht te gaan, ook qua de financiële situatie hier in Slans Hospitaal. Maar nogmaals, wij kijken uit. In de maand december dat men alvast vooruitlopen naar de onderhandelingen die we heel binnenkort gaan starten. Vooruitlopen dat men een tegemoetkoming mag zien. Aldus Imro Edam, voorzitter van de Bond Personeel Slans Hospitaal. De waarnemend algemeen directeur van het ziekenhuis, Bernard Abia, is vandaag ontheven uit zijn functie. Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid was helaas niet bereikbaar voor reactie.